En ze willen alles vaccineren. Alles vaccineren. Dus de hele natuur wil ze controleren, mensen ziek maken en vaccineren. En met wat? Ik kan me niet denken van dat van dat bekoper. Ja, die is de vorige week. Had ik een boete, hebben toch? Nee, vorige week heb ik het zorgen. Ja, ja, ja. Oh ja, inderdaad. Ja? Met je dan niet aan? Volgende week heb ik blauw. Ik heb één blauwtje. Nee, als je een vraag komt, ja of nee? Wat verwacht je? Ja, komen jullie niet. Die mensen wachten uit dan. Ja, maar dit, ja, dat is niet zo. Ja, maar wanneer je wat boter hebt, weet je wel te slijmen. Wat in de zitten. Je moet niet zo zijn. Begin op de zitten. Eigenlijk moet je klaarstaan voor je opa. Mensen, de liefde Gods komt naar binnen. De dominee. De voorganger. Ja, is dat klaar? Hij ging ervoor. Het is pas gegaan. Dominee, komt u maar binnen. 11 kijkers. Ik denk wel van het, die opname van pap, pap, pap. Met die brillen. Ja, 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 Ja. Pap, 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 hoe zit dat zo in de kerk? Pap, 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 in de boelheid. Kom bij haar. Ja, ik ga weer inkomen. Mam, ik ben inkomen. Ja, mooi. Je rende achter het nechtje. Ja. Ik ben inkomen dan, koninklijk hè. Wat zeggen de mensen? Nog niks, goedemiddag. Hoe doen we de mensen met niet zitten? Goed. Zullen we maar beginnen? Ik ben inkomen. Zo kan jij niet. Goedemiddag alle volgers, alle kijkers van De Wereld Draait Door met Suriname in dit nieuwe jaar. Het is vandaag dinsdag 3 januari en non-stop gaan wij door met dit programma. Vorig jaar gingen we door en we bleven gestadig verder gaan. De prijzen stijgen terwijl het volk blijft zwijgen. Ik ben Nico Paters Hoekman. Dat is het thema. Dat is het thema. Dat is het thema. De prijzen stijgen terwijl het volk blijft zwijgen. Ja, dus elke week moet ik weer gaan remen. Ja, dat moet.
Zweken en steken. We doen het al 128 weken, dus het moet doorgaan. Steken en zweken. Het is gewoon een hele goede president, niet te veel van ons te declareren. Ga je iets anders leren? Ja, maar dat liefde. En dat liefde door dan. Even de follower, die anders in zijn cirkel. Dus alleen maar van hier naar daar. We krijgen die grote plaat. Oké? Goed, ik ben Nico Papershopen. Naast mij zit meneer Liefde die net binnenkwam met heel veel liefde, zoals heeft gemerkt. Ja. Mensen, een happy new year. En hopelijk dat trots alle problemen die er zijn met BTW en de nodige onsamenhangende aanpak van alles, toch zullen we proberen om dit jaar toch te volbrengen. Alsjeblieft. Ja, toch? Ja, mijn naam is... Ja, toch? Zo heet u dat toch? Je weet het niet zo. Ja, nee, maar. Aan mijn linkerzijde, Hans Paters. Hans Paters, welkom ook in het programma allemaal. Alle kijkers, alle volgers. Ik wens u ook een onvergetelijk 2023. Hopelijk gaan er heel veel dingen verbeteren, veranderen. Niet terug naar het oude, maar gewoon nog beter dan ooit. En dat moet kunnen in dit land, want het is een prachtig land. Mevrouw Brenda, heb je het mee in Nederland? Het wordt tijd dat we ervan gaan genieten met z'n allen. Want je hebt het vaak mee. En dat betekent dat we ook met liefde voor elkaar te werk moeten gaan. Dus dan geef ik het woord aan u. Eigenlijk, dat spreek ik voor mij alles gedaan. Oh, dan kunnen we stoppen. Ook van mij gaat het over het nieuwe jaar. Niemand gaat het voor u doen, niemand gaat het voor ons doen, wij gaan het zelf moeten doen, wij gaan de problemen die zij zelf moeten oplossen. En het is niet hier om te blijven klagen, maar dat we zelf iets bijzonders voor onszelf doen en proberen het land naar een grote hoogte te brengen. Mooi gezegd. En last but not least, onze boogspreker, de heer Ramon Magnaar. Omdat hij veel te zeggen heeft. Oh, okay. Ja, ik heb het een en ander op gezet. Ik dat ook voorhouden. En wij blijven onverkocht gewoon doorgaan. Heel netjes kritiek leveren. Het is opbouwend. Opbouwend kritiek. Ja. En niet veel vertalen. En laten mensen ook niet beledigen. Niets en niemand, niet de priester en niet wat. Als zijn we niet tevreden over een bepaalde handeling van een bepaalde persoon, nou dan vind ik dat op de juiste manier naar de samenleving toe. Maar we zijn de lange ambassadeur toestanden. Nee. Alhoewel, wij ontzold zouden. Mening. Onze mening, die gaan we ontzold op tafel. Zo. Ja. Dan wil ik even noteren. In het diepe spring. Oh. Ja, want de opmerking van die Hans Paters maakte, dat het beter zal gaan in 2023. Nou, dan moet ik even de secretaris van de VES quoten. En die zegt, nou ja, niet precies citeren, ja, dus, ja. En nou ja, niet letterlijk geciteerd. De Vereniging voor Economisten. En de heer Swami Nirwari. En die zegt, die voorspelt dat het geen gemakkelijk jaar zal worden. En hij zegt dat het heel erg, het zal geen gemakkelijk jaar worden, financieel en economisch. En dat de overheid er eerlijk over moet zijn. Dus als je de mensen, ja, gaat. Maar het is al financieel niet goed. Dus dan hoe kan het nog erger? Maar soms... Hoe kan het nog erger? Soms krijg je het idee dat mensen een spelletje met ons spelen. Ja. Als ik rij en ik denk vanmorgen of gisteren. Gisteren niet naar de stad. Hè? Heb ik gisteren naar de stad gereden? Ja. Ja. Dit is nou een van onze leden van Nederland. Hè? Ja. Almere, dat is Brenda Boudouin. Uit Coronie. Weet je dat Coronie als vrouw niet weten te lachen? Ho. Ja, toch? Nee, je bent van Coronie. Je hebt een Coronie aan zijn naam. Goedemiddag, ik ben Brenda Boudouin. Zij sluit mensen open in Nederland, hè? Dus opgepast mensen. Ja. Medisch verantwoordelijk. Oké.
Oké, ja. 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 Ja, right. Waar ik een beetje zo van een beetje bruyer word. Dan als ik meneer Sunder hoor, hoe optimistisch hij is over de president zijn uitgangspunt qua economie en het land. Dan ik denk ik, wat heeft meneer Sunder die want te denken? Zo, somber. Dat was een niks. Sorry hoor mensen, dat ik de deur had. Deze persoon denkt mij niet. Nee, anders had ik de persoon, maar ik had ook... Economie, toch? Ja. Hij is econoom, toch? Ja. Sorry mensen. Hij is econoom, hij weet het, hij is zo helemaal met deze stelling ingenomen, een paar uur terug. En plotseling hoor ik hem heel optimistisch, vooral nadat nog denken dat ze een hapje kunnen nemen uit dat van het naslaapslaperij. Herstelbetaling. Ja, bijna wil ik me daarmee niet meer bezighouden. En deze instituut gaat zich niet echt daarmee bezighouden. We houden ons wel bezig met onze waardigheid, ons wie we zijn en wat we worden, wat we willen, wat we kunnen. En wie we zijn, en we gaan dat betreft niet veranderen, maar dat aan ons. Wie we blijven naar onze medemens toe, qua normen en waarden en waardigheid. De situatie zoals ze eigenlijk bekend schets wordt, vast te zijn, ja, een storm. In de woestijn, maar je kan niet zien waar je naartoe gaat. En je kan ook soms, meestal ik ben er niet geweest, maar ik kan me voorstellen, zoveel zand is om je heen, je kan geen adem halen. Je krijgt alleen maar stof naar binnen, alleen maar rotzooi naar binnen. Betekent dat onze economie in een situatie verkeert, dat je eigenlijk geen uitzicht hebt, toch? En die belasting, in feite is BTW niet een kwijt, toch? Het moet een systeem zijn om die hele belasting, om het hele belastingssysteem van de overheid te goed te kanaliseren, toch? Maar het is ongelukkig verwijs in een vervelende periode ingevoerd. Noem het zo. Je hebt over de stijging van de BTW, de stijging van de prijzen van vanaf de winkels open zijn in het nieuwe jaar. Ja. En dan krijg je een situatie, ja, waarbij alles hoog boven de toren zal schieten. En waardoor u en ik met onze weinige portemonnee niet aan kan kunnen meten. Goed, je krijgt dan een scheve verhouding. Helemaal scheef, schiever dan een feedback, ja toch? Waardoor het heel moeilijk is om te klimmen of om jezelf te blijven vastklampen aan de situatie, dus om je blijven te houden, zo te heten. Het is niet hoopgevend als je mij vraagt. En vandaar dat ze als het even tussen de mag komen, vandaar dat ze misschien saai hebben vrijgelaten. Oké. Breaking news. Ik weet dat we alles de first hand hebben. Oké. Ik sta hier, waterkant. Haitiaanse ondernemers zijn in prijs gesteld. Waterkant. Officieel. Ik denk dat deze situatie de Surinamers zal dwingen, hè, om bepaalde levenshouding eigenlijk te gaan kanaliseren in de zin van we moeten sober gaan leven. De broek weer aantrekken. Ja, de broek weer strak aantrekken, toch? Zodat we, net wat ik zei in het begin, zodat we het einde van dit jaar
kunnen halen. Nee, ik ben het niet eens. Waarom zouden mensen de groen moeten aantrekken zodat de anderen daar rijker van worden? Dat is het probleem. Maar dat is over de BBW gesproken. Mensen moeten absoluut een groen moeten aantrekken. Dat andere deel, dat deel hebben we dus nog niet aangekaart. Die wanverhouding hebben we dan nog niet aangekaart in die zin van. Dus de beleidsmakers in feite misbruik maken van de hele situatie om op daaruit ja, voor hun zaak af te romen. Zo okay, gaan we het doen. Even die BTW. Het is even gelast. Met mijn mening, als het maatregelen worden getroffen waarbij ik meer moet betalen en geen 10% extra krijg op mijn salaris, is het niet goed. Okay. Want zo simpel is het onderkrijg, want ik krijg BTW, je krijgt BTW, stroom wordt verhoogd, water wordt verhoogd, gasbommen gaan worden verhoogd, maar mijn salaris blijft hetzelfde. Ja. Al drie jaar, hè? Ja, al deze zaken gaan de prijzen verhogen. Als BTW komt, worden de dingen verhoogd. Kippenvoer wordt duurder. Ja, als deel stroom, worden de prijzen verhoogd. Water, worden de prijzen verhoogd. Oké, dan heb ik even een vraag. BTW, er worden nu dus lijsten verspreid van deze dingen, producten worden wel verhoogd, deze producten worden niet verhoogd. Nou was ik dus in een winkel, net op maandag, en toen werd letterlijk tijdens het winkelen werden alle kaartjes veranderd van een naar de andere. Er stond niet erbij plus 10% BTW, alles werd letterlijk met 10% verhoogd. Hoe weet, want ze zeggen ook van, als de winkelier geen speciale BTW-certificaat heeft of iets dergelijks, dan mag je geen BTW verhogen. Maar hoe weet je of het nou een BTW-verhoging is of de standaardprijsstijging die elke week plaatsvindt? Ja. De vraag die ik wil weten is, benzine, ga je betalen BTW? Als je benzine BTW betaalt, die Chinese winkel, die man gaat toch met zijn auto die spullen halen, dan betaal je toch BTW via benzine. Wat u zegt is dat de BTW eigenlijk al lang inbegrepen was? Ja, dus wat ik wil aan. Alles wat manieren gaan ze BTW iedereen betalen. Iedereen alles. Gaat verrekend worden. Iedereen die macht heeft om te verrekenen, ja. Verrekent met je. Ik zag dus dat er een paar keren nu bij Sanderij, van de een op de andere dag van 50 naar 100 is gegaan. Ja. Nee, van 10 naar 100. Van 10 naar 100. Dat was maar een hele korte tussenstap. Ja. Nee, vergis u niet, want het is van 10 naar 100 is een heel groot verschil. Het was heel 51 vorige week. Het is een jaar geleden was het nog 10. Nee, september. Een jaar geleden was het nog 10. En dat is wat mensen doen uit noodzaak. Iedereen verhoogt wat iemand kan verhogen. En met een overheid die helemaal niet controleert, er is geen enkel toezicht in het land. Geen enkel. Alles wordt bij de politie neergelegd, de politie staat als ze nog een taak erbij krijgen. Kan niet. Er is geen toezicht, er is geen beleid. Waar moet je toezicht op houden? Wat kan je naleven? De mensen kennen de regels niet. We kunnen het er wel hebben over dit voorbeeld alleen, maar niemand snapt niks van niks. Er zijn geen... Maar dat is typisch, vanaf niet met Tjekom. Tenminste, al mijn takkie. Jammer genoeg dat er uit een soort was er een grotere gap tussen de bevolkingsgroepen, de etnische groepen. Dat is een kuro, chiru. Zo, al mijn takkie, dat is niet naar Alang en die staan in de zon. Maar het is typisch wanneer Wang Fei haar peregering aan de macht. Daar heb je dit gehoord. Dat blijkt nu. Ja, dat blijkt nu gewoon elke dag. Kijk, toen werd Abaysa neergeschoten. 50 jaar geleden. Ja, werd Abaysa erbij, er werden mensen neergeschoten. Zelfverrijking. Ja, zelfverrijking. Ja. Ja, ben 30 jaar. Ja. Ben 30 jaar geleden. 27 februari. Abaysa de. Maar dan even over het financiële stijging, even terug daarna weer. Er is nog een schepje erbovenop, die had het in februari. Begin februari komt de missie van het IMF naar Suriname om te kijken hoe de regering het heeft gedaan. En er moesten dus bepaalde doelen moesten worden gehaald, want anders krijgen ze geen geld. Wat kunnen wij als volk dan verwachten voor februari? Ja, we moeten voorkomen. Ik ben ook al voldoende informatie dat het niet gaat. Dat ze dus hun huiswerk niet gedaan hebben.
Want die mensen gewoon een beetje op vakantie, een beetje lekker eten. Juist. En dan gaan ze weer weg. Heel mooi verhaal. Maar kunnen die doelen bijvoorbeeld voor februari bepaald worden? Nee, dat is een lange termijn project. We zien er zoveel namens van Nederland zijn gekomen in december. Had ik verwacht dat wat wij niet in het, met ons weinigen hier in het land. Wat zijn het meer Surinamers in Nederland dan in Suriname hoor. En kwam er toch ook een beetje als mama aplein echt naar passie. Ik denk van een expert bij mijn spaarplein om het oude jaar. Dat was alles één keer. Alles één keer rond. Ja toch? U had het stukje zelf aan. En u had het stukje zelf aan. Dan heb ik een vraag. Wat u zei, van de Spamaplein Ouroyari. Wat vinden u ervan, het contrast tussen de drukte tijdens de protesten toen het om hun eigen noden ging versus de drukte toen het ging om geld uitgeven en feesten? Wat mij betreft, ik is stress. Heel netjes neerzetten. Je mag het nu neerzetten? Daar heb ik een mooi punt. Dan gaan we even hierbij houden. Dan komen we even naar... we hadden het net over hoe kan het erger worden. En toen zei meneer Stuttgart, als er geen eten meer is, ja, dan... en die kans lijkt reëel te worden in Kiev. Waarom? Omdat er een rattenplaats is. Ga ik even wat filmpjes draaien die ik van uw Facebookpagina heb, voor de mensen. En... En dode ratten. Ja, ik denk dat het is. Ja, krijgen we wel het idee zo. Dat is dan het eerste. En dan komen we op, dat zijn dode ratten. En dat wijst natuurlijk niet meteen op een plaag, maar dan gaan we nu naar deze. En hier ziet u een boer die klaagt om het heen gaan van zijn prachtige stier. Ja. En hij is deze is dood gegaan vanwege het eten van, want ik heb begrepen, een brok rattengif. Ja. Dan ga ik nog één filmpje laten zien. Er zijn nog meer, maar ik laat gewoon even, ja. Hier ziet u een heel trieste setting, dode geiten, geiten die aan het sterven zijn. Ja. Voor alle dierenvrienden is het natuurlijk vreselijk zeg, want we weten allemaal als je hond vergiftigd wordt met rattengif, wat het met de insides van zo'n beest doet. En we weten ook allemaal wat het lot van deze geiten zal zijn. Ja, en zo zijn er nog meer plaatjes. Er zijn ook berichten van dat de cassave oogst van een boer 5000 planten opgevroten zijn. En ja. En dan. Ik ga klaar met dat, hè? Nee, ik ga net beginnen. Oh, met dit. Wil even gaan naar de heer Stuttgart. Ja, want ik heb deze van uw pagina afgenomen, uw Facebookpagina. Oh, wat? Zijn Facebookpagina. Oké, okay. Nee, dat heb ik begrepen toch. Ik wil alle plaatsen naar mijn zin hier aan zo boek. Oké, want het eerste filmpje dat ik lees waren dode ratten. Ja, ja. Dode ratten tonen, nou ja, dat het eigenlijk goed gaat met de rattenplaag. De ratten gaan dood. Maar daarna lijkt het alsof het een ander probleem is geworden. Je ziet dode vee.
Ja, ja. Ja, en er zijn nog meer dode berichten van dode kuikjes. Dode vissen, ja. Dode vissen, ja, en dan komen we nog op een ander probleem, ander bericht, dan dat de kuikje eerst 40 SRD was en nu komt hij 100 voor 100 SRD. Klopt. Ja, kunt u een beetje uitweiden hierover? Ja. Wat de gevaren zijn? Mag ik eerst algemene opmerking maken? Ja. Kijk, dit is typisch, en dat ga je op 100 manieren nog dit jaar gaan zien, dat alles wordt aangepakt met symptoombestrijding. En er is geen enkele visie op termijn, op de toekomst, op het onderwijs, of op het leger, of op de infrastructuur, of op school, het maakt niet uit. Nergens is visie op. En als dingen misgaan, gaan ze grandioos mis. En dan ga je zien, dan gaan ze symptomen bestrijden, dan gaan ze nog even een zondebok zoeken en kijken of ze weer kunnen overleven. En dan gaan ze weer zeggen van, ja, we gaan het even een commissie instellen en we gaan het evalueren. Nou, volgens mij is dit gewoon in een notendop wat we elke keer gaan zien in een ander jasje. Nou, dit is één van die jasjes en dan wil ik meneer Stuttgart vragen om daarop in te gaan, ja, met die comment, ja, ook erbij. Maar ik wil eigenlijk anders beginnen. Ja. 30 december. Is er ongeveer zo'n 50.000 pesticiden uit een rattengif door RIV's verspreid aan de boeren. Mm-hmm. Maar jullie moeten kijken dus naar de foto's en de beelden. Dat was ik aan de stukken. Die foto's zijn van, maar bij de pesticiden worden afgegeven. Ja. Juist, met die plastic zakjes. Ja, laat even mooi laten we even zien. Want dat is wat ik wil laten weten. En daarom wil ik ingaan. Nico, heb je dat? Ja. Dus dat wij zo zijn, dan ga ik vertellen. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Als je dus kijkt naar die foto's, dan zie je bijvoorbeeld dat niemand, niet de boeren, niet de distributeurs, hebben aan veiligheidsvoorwaarden gehouden. Die mannen hebben bijvoorbeeld gewoon een straathemd, een straatbroek aan en helemaal geen handschoenen, geen laarzen, geen mondkap om zichzelf te beschermen. En dat we zo aannemen dat die distributeurs van LVV, nee, dat ze deskundigen zijn, dat ze deskundig zijn. En alleen al daar zie ik dus dat we te doen hebben met amateurs. Ja. Toch? Dat is één. Wanneer we kijken naar die verpakkingen zijn, er is helemaal geen etiket. Je hebt geen, de boeren weten niet wat de vervaldatum is, wat de productiedatum is en hoe de pesticiden allemaal gebruikt moeten worden. En opgeslagen moeten worden. Dus wanneer je dus alleen naar die situatie kijkt, dan weet ik zelfs zeker dat er een voorlichting naar de boeren zoek met balletjes is. En dat er een heleboel ondeskundige mensen daar bij LVV zijn, ze doen maar wat, die maar iets doen en veel geld verdienen. Juist. Dus dat is het eerste wat ik zeg. Juist. En daarom begrijp ik waarom er zo'n groot probleem daar is. Maar de voorlichting zoek met balletje is. Als dus nu de boeren komen met een straathem en bijvoorbeeld pesticiden in een zak houden, een plastic zak, ik heb de zekerheid dat als het valt een brief op, dat ze bijvoorbeeld op die manier gedistribueerd worden, dan hoe gaat het op die landbouwterreinen aan toe gaan? Dat is het eerste dat ik dus wilde zeggen over, daaruit zie ik dat voorlichting nergens op slaat van de kant van LCC. En wat was jouw vraag ook alweer? Ik weet het, kwam een andere vraag naar boven. Okay. We hebben in LVP gesproken en de rappenplaag in de reis. Okay. Ja. Hebben we nog even nog een issue erbij, de keutels gevonden in de reiszak in Jamaica. Ja, ja. Dus wat er dus nu eigenlijk gebeurt, het is 30 december is rattengif gedistribueerd en men wil de indruk wekken, en nu ga ik LVV niet verdedigen, maar ik ben namelijk de mening toegedaan dat het gif dat nu dieren daar heeft gedood, dat het gif is van 30 december. De boeren, nee, het gaat niet zo snel, omdat vroeger was het zo dat pesticiden, althans rattengif, meteen doden. Maar die ratten zijn niet gek. Het moment dat ze zien dat hun populatie afneemt, eten ze niet meer waar ze bijvoorbeeld dingen hebben gegeten. Dat doen ze niet meer. Maar toen hebben we de mens pesticiden gemaakt die pas na 3-4 dagen effect is. En als je 30 december de pesticiden hebt gekregen, kan ik nooit bijvoorbeeld dode koeien op 2 januari al zien. Dat is één. Dus, en ik heb vandaag vernomen dat de boeren zelf
illegale pesticide rattengif uit Guyana hebben gekocht. En dat is bijvoorbeeld wat we dus nu doen. En die rattengif is eigenlijk bloedverdunner. En op een van die beelden, een van die video's, daar praten we niet staan, ze maar in het jullie staan. Yeah. En hij ging aan dat zo'n koe bloed had in zijn neus. Omdat het bloedverdunners zijn. Mm. Ze zijn niet geschikt om als rattengif te gebruikt worden. Wanneer we zien, en de vraag is hoe gevaarlijk zijn ze, wanneer koeien, schapen, geiten doodgaan, acuut doodgaan, wil dat zeggen dat ze ook dodelijk zijn voor wij mensen. Ja, ja. Deze is sterker dan wij. Ja, die koe is veel sterker dan ons. Dus dan is het dodelijk. No go by, no go nyang. Zwangvis uit Nigeria. En wat je kan daar hebben, dat kan slimmer ik. Naar daar rijd, kwik wie koop. En naar hier komt en ons komt vertellen. Afkomst is van Brokkolde. Ik adviseer je om de komende 6 maanden. Hij komt hier. Hou voor onze gezondheid in de gaten. Ik kom dus nu daarop. Ik wil een beroep doen op de regering. Net als onze cocaïne op een ruimte verbranden. Om zo snel mogelijk naar Nigeria te gaan. En die geiten en die schapen en die koeien op de ruimte te verbranden. Net als in Nederland, ja? Ja, want wat er gaat gebeuren. Ze gaan bijvoorbeeld een stukje snijden en ze gaan het naar hier brengen. En we zien al wat de gevolgen zijn. Toch? Dat is een aanbieding. Maar! Ja. Dan snij ik in. Sambe Tegu, alle wetenschappelijke uitleg, alle sanzuabes en ik ben nog steeds geestelijke. Sambe Tegu, brok, abe boem broken van de wendeso dan. Toen weet dat ooit even abe dena ni keri, de go wane zo, maar schrijft ik in de naki, blaka foro, nakwet foro, want trapasi. Tiro no taki, de betak na gade straf den, tiro na gade straf da petu. Sanono dat ze doen. De straf des refi. De handelswijze, de manier. En de regering is eigenlijk een stap. Mij bij Saka ter stond, bij Kasaka. Want het is gewoon levensgevaarlijk. Dat van Travas had draait ik den. Die zoeken de dikke dito juda, die is de padonijn. Want die is maar weer de water snoot dat, hè? Nou, als maar weer je den. Die nog best kan gaan passen, is alles als aan zo'n draait ik den. Want ik laat nu hier op wat ik zeg, het geluid horen. Als ik klaar ben, dan laat ik een geluid horen, dan gaat dat bevestigen wat deze meneer hier zegt. Dubbel en dwars. Ja. Dus ik heb ook al mijn woord gezegd. Maar ik zie dat mensen dus opmerkingen maken van de overheid voor het rechtsleven, schadevergoeding eisen. Ze kunnen geen schadevergoeding eisen. Omdat zij illegale pesticiden hebben gekocht. Ja. Het is niet de schuld van de overheid. Maar op Pondo, waar die overstromingen zijn, dat is wel de schuld van de overheid. Want die los wat af. En onvoorbereid hebben ze die mensen bijvoorbeeld hun huizen in woede laten vernietigen. Ik wil het dan voor nog aan. Ik heb het toevallig over karma. Heb je een boontje in dat hier? Dan heb ik een boontje in die zin, maar ik ga direct naar de zelfsangesten. Want de zelfsangesten ben ik een rembrok op onder. Ze hebben bijna maanden zitten te kijken. Voor zwaar je hebt die contra met mij deden. Daarover heb ik het. Ja, maar. Ja, zeg. Wij kijken dus nu. Ja. Even fouten die zij zelf gemaakt hebben. Ja. Ik heb overheid op jonge computer. Dat is wat we gaan kijken. Ja, precies. Dus je kan dit voorbeeld, dus als mijn huis bijvoorbeeld in brand staat, waar je de mens voor wordt het niet voor betaald. Hè? Nee, en als jij bijvoorbeeld een stier hebt gebruikt, illegaal, iets makkelijker dan ik op computer. Nog een ander ding, in 2018 had je dat er een Chinese vloeibare rattengif op de markt kwam. En dat is gewoon verkocht door. Bij supermarkt. En Sintje, Asus en ik hebben toen een heleboel kabaal gemaakt. En een Chinese heer had toen voor ons vertaald dat geef ook dodelijk is voor huisdieren. En dat er geen anti-geef is, er is geen antimiddel op tegen. En toen hadden we niks meer. Vandaag die dag, want dame uit die keer, die stelde een foto kon die niet. Waar blijkt dat Chinese vloeibare rattengif gewoon in supermarkten en die keri worden verkocht.
Mag ik daar wat van zeggen? Want u bent geestelijk en de geest is mentaal, hè? Ja. En u bent wetenschapper. Maar in beide, vanuit beide opzichten is de mentaliteit die bij de mensen heerst, de nalatigheid op het gebied van hygiëne, ja, de nalatigheid op het gebied van vooruitkijken, met visie, heeft allemaal met mentaliteit te maken. En de mentaliteit om rijk te worden op korte termijn, ten koste van alles, dat gaat zowel nu zich wreken op wetenschappelijk, maatschappelijk, geestelijk vlak. Op alle gebieden merken dat de mentaliteit die negatief te noemen is, dat die zich gaat wreken. En dat gaan we merken. Dit is 2023. Ik zeg, het gaat een goed jaar zijn. Maar het gaat slecht zijn, ook voor anderen. Maar er gaan veranderingen komen. Daarom zeg ik filosofisch, wie vrede wil, moet zich voorbereiden op oorlog. Het kan een goed jaar worden, maar je zal een ieder ander moeten je zwaar is toon zonder je politie toon zonder je politie. Je mag niet meer stil blijven, dat is het thema van vandaag. Is net wat ik heb gelezen in de eerste stuk tekst voor dit jaar in de Bijbel, van wie sterk, toch? Mm-hmm. En moedig, toch? Want ik ga je niet verlaten. Zeg, je hebt zo'n flink op dat idee. Ja, ik ga je niet verlaten. Voor eens wel. Ja. Ja, hij zegt, want het is nog een geestelijke kant. Ja, hij is ook geestelijke. Een geestelijke kant ervan. De eerste tekst uit de Bijbel dit jaar voor de preek was uit Joshua. En dat staat geschreven, Joshua 1, vers 1 tot 9. Daar heeft de Heere God zelf gezegd tegen zijn volk: wees sterk en moedig, want ik zal je niet verlaten. En hoe sterk moet je zijn? Huh? Hoe moedig moet je zijn om je sterk te voelen? Ja. Daar zit hem in. Ja, ik ga iets afdraaien hiervan. Je ziet twee geestelijke en we kunnen het goed met elkaar. Het is een toffe team. We hebben geleerd aan die top wetenschappers. Wetenschappers. Kortenschappers. We hebben ook een snijschapper hier. Dat is mee? Nee, ze spuit en snijden. Je is wat is modern. Zo, ik draai iets voor jullie om te laten horen. We maken met Biggie Brada in Afrika CDC. Monus, u hoort dat. Hallo. Hey broer, met Monus van V. Ja, ik wil. Mijn mobiel dit op record. Aha. Ik ben verteerd mijn verleden over ratten geeft naar een visie, toch? Ja. Van wat kan ik dat doen? Misschien de man bij dat woord, hij zegt kwikwi. Ja. Mooi, Biggie kwikwi. Staan de meisje normaal aan woord. 25, 30 golu, 50 golu, 1 kwi. Ja. Dat de man is dus heel 100 SLD, dan 150, 200 kwi. Dat ben ik graag. Ja, met een you. Mij maak dat aan mij, dat ben ik wel. Dus 1 kwi zijn ze hier 30 golu, 40 golu. Ja. De man besering 100 SLD, 100 kwi, 150 kwi. Dus 50 cent, dan 3 kwart 1 kwi. Ja. En dan kwijt dat bezeer 30 naar 40 golu. Wang kwijt. Dat zou je begrijpen uit deze meneer. In heb je elkaar je neemt. Oké, kwijt zou je begrijpen, maar van een aerosoler zie je dat bij. Ja. Bij de man spoelt hij de ratten geven en zo. Ja. De man daar gewoon zo'n rattenplaat. Heel te nog aan die keer, toch? Ja. En allemaal spoelt hij ratten geven en zo. Ja. En de man spoelt hij ratten geven. En de water dat is moet al grond hebben in een bodro. Ja. En dat kwi, alleen kwi, hij kan ook toe een schwing nu. Dus de man is gewoon een piki kwi nu. Kwi lai, lek santi. Ja. De man kan geen moment van die money. Maar met wat die money, aan een probleem toch? Juist. Aan money zijn wij met die. De mij vergiftig aan samenleving kwi nu. Ja. Je ou jama kwi, dat je jama vergift toe. En kan de je dede of je not dede maar je kan ziek kan je zien. Ja, want heenaar zee meer om met koude de dingen wat dan. Heenaar zee naar Ramdas 12 koude de. Ja. Waman in heenaar Rostam amang sanis kapu dede. Ja. Waman a pisa kapok weg 17 krabita dede. Juist. Tapi na faya karing nani polder waman heer aan plant bulanshe na komkomro. Ala tak je mankeri dat naf jurawan. Ya. En dat nou sang wi libisma itu. Ya. Amang umuni amai kiri egi libisma nabaru. Dus money bofa khasuan kait. Yes. Ida mandi kisai serat wi.
sa iwan tega kaminskap? Iwan tega kaminskap ng ulubun sa lupap ng nubay ng antwikwi. Ya? Dada may sentri, wanda akli da may kirun. Bakrepa bro. Asa hirsa ng ono de bab. Liberu yang gruntu, liberu yang gruntu. Yes, ama gruntu fosat fosiv yang akli. Ya to. Prase nama akakwi na lepang pula batra sa kaiti da mo nake muitri masalah da pe. Ya. Papa chula mo boreng. Ya. And that day boreng da chula. Dapat kawan sa iyo gara ay gaya pa sa chula. Maala na san sa itaki bayna 100 kwi fu 100 kolo yung maka may life. Ya, may maka may life. Pero may sir, alagatang sir lang bagba. Ya. Tapi lamang po sir, bayna suwala sir ito yung halos suwala. Abon bro, thanks for informatie dis. Oké, ja, thank you. Dus u bent gewaarschuwd. En een gewaarschuwde mens telt voor 10. Ja, precies hierover. Oké. Okay. Oké. Okay. Hi, Danny, goedemorgen met Mones. Hi, dus welke familie ben jij? Familie Ramdas van Grootbina. Familie Ramdas. En wat hebben de ratten met jou gedaan? Ik had bijna 5000 bomen geplant, dus af en niks heb ik kunnen weghalen. Mm-hmm. 5000 cassava bomen? Ja. Waar heb je geplant? Heenatwil. Ja. En hoe hebben dan de ratten dan cassava aanplant vernietigd? Er is een paddy gezaaid daar. Mm-hmm. En het was daarin. En vlak daar heb ik ook cassava geplant. En zijn ze daar ook gegaan. Maar cassava is toch in de grond? Ja. Maar toch. Alle 5000 cassava planten? Ja. En hoe oud waren de planten? Ik zou niet een maand oogsten, maar ik heb alles weggehaald en alles in water gezet, maar ik kan niet verkopen. Ja, en hoeveel schade heb je geleden en geld uitgedrukt? Meer dan 70 of 80.000 zou schade. Grote aanplant dan? Ja. Het was een grote aanplant. 5000 SMW schade. Goed, gebaseerd hierop heb ik twee vragen voor de instituut. Ik hoorde de man praten in de eerste voice over dat de rattengif hebben gespoten. Nou weet ik dat ik rattengif gebruik. Zet je een klein beetje ergens heel voorzichtig, want je wil niet een andere beesten krijgen en alleen dat de ratten eraan komen. Als ik hoor gespoten, denk ik aan het spuiten van rattengif op de gewassen, op alles, zodat alles wat de rat eten. Dan is de tweede vraag, als je iets met rattengif erop, of erin, dan bedoel ik deze koopt, is het nog schadelijk voor de mens? Ja, het is nog gebleken dat honden en poezen hebben wij proberen die ratten te eten en ze zijn doodgegaan. Die beesten waren niet gekookt, maar als wij dus een Dat is een vraagje. Ja. Er zijn een aantal dingen die met pesticiden te maken hebben. Eén, ik maak terug wat Erik opmerkt. Als het dus een koker heeft van minder dan 100 graden Celsius, dan gaat het kapot tijdens het koken. Want koken is 100 graden Celsius. En bakken, maar hij zei niet bakken, dat is bijvoorbeeld 120 graden Celsius. Maar ik verwacht, het zijn vaak genoeg gecompliceerde verbindingen, dat ze een koopvlucht hebben boven de 100 graden Celsius. Als ze wateroplosbaar zijn, dan kan je dus door 3-4 keer te wassen, kan je dat kip eruit halen. Oké? Okay? Maar ik weet bijvoorbeeld nog niet, want je hebt pesticiden die op een vlakke werken en binnendringen. Op een vlakke zou je kunnen wegwassen. Als het binnendringt, dan hebben we een probleem. Ik maak het wel vroeger op, maar ik kan me best voorstellen dat iemand van gisteren 25 kilogram rijst zou kopen en nu op dit verhaal hoort. Ik zou gebroken rijst kopen en geen super geel. Omdat gebroken rijst op oppervlakte is meer, hoe meer als ik wassen ben, hoe beter verdeel, hoe meer pasjes ik eruit kan halen. Dus ik zou dus gebroken rijst kopen in plaats van hele vormen. Dat zou ik bij wijze van spreken doen. En 3-4 keer wassen. En bij
in het geval van een reis, zal ik nog iets anders doen. Wanneer ik gewassen heb, gebroken reis gewassen heb, dan ga ik het koken. En net voordat het stevig wordt, wanneer het nog water is, wanneer het dus nog reiswater is, dan gooi ik dat water weg. En dan zet ik weer water erin en dan kook ik het. Dus is het uitgekookt, dan is het uitgekookt. Ja, dan ga ik probeer zoveel mogelijk op te lossen. Op te lossen. En eruit af te rijden. Dat soort dingen zou ik, dus dat soort simpele dingen zou ik, ja. Moeten de vrouw, vader, de man proberen uit te rijden. Ja, bij reis koken. Ja. Omdat ik ik vind het eerlijk gezegd niet logisch dat bij wijze van spreken de man nauwelijks 2000, 3000 per maand verdient en met moeite 25 kilogram. Reis gekocht hier voor 500, 600, dan kan men eens terug wat om nu vertellen dat ik weg moet gooien. Dat is niet logisch. Ja, maar u gaat wel naar praktische oplossing voor die man die het niet kan betalen. Ja. Maar daar gaan we voorbij, zeg maar, wat die overheid moet doen om die man te beschermen. Nee, wat ik heb gezegd. Want eigenlijk moet er controle zijn dat die man nooit, of vrouw, dat die nooit die giftige reis nu mag kopen. Ja. We gaan nu al erin mee van wat kan je doen als je zak met gif hebt. In je reis, of een zak met reis met gif, wat kan je dan het beste doen? Maar eigenlijk mag dat niet eens in de winkels komen. Laat me wel dit van zeggen. Het feit dat 30 december... Ik snap u helemaal hoor, want dit is de realiteit. Het feit dat 30 december de mensen onveilig, die distribueert, onveilig reis, rattenkist hebben gedistribueerd. Dat is de mening gedaan, dat de hele directie van LVV en de minister naar huis moet. Sowieso. Want ze zijn ondeskundig. Ja. Dat is, ze gaan ons niet kunnen beschermen. Nee. Ze zijn niet in staat om het te voorstellen. Ja. Ze zijn niet in staat om het te doen, omdat ze ondeskundige kappenmakers zijn. Dan gaan we even naar de heer Abel Magnak, die wilde iets voor. Nou, mijn ongezouten mening heb ik weer zoals ADC een stukje weer op papier. En dat hoor ik voor. Wat is onze thema weer? De prijzen blijven stijgen. Overal aanpassingen die een enorme impact hebben op alles wat. Op alles. Wat doet dat volk? Ze maken zich eerder druk om na 2 jaar uitgebreid oudjaar te kunnen vieren in de straten van Paramaribo. Op zich niet verkeerd, want ja, een jaarlijks gebeuren welke een mooie traditie is. Maar dagelijks zijn wij geconfronteerd met de zaken die het straks onmogelijk zullen maken om zelf het hoognodige te kunnen doen. Dan hebben we niets om te vieren. Kijk maar hoe de impact aanslaat bij sommigen die voorheen zorgeloos alles voor elkaar konden krijgen. Ze grepen, meneer Soudes, een van zij op de universiteit, en toch een woord tot middenklasse. Ze grepen de minder aangename optie aan, en het heeft niets te maken met juiste keuzes maken. De keuzes zijn goed afgepast, maar de omstandigheden van de economie maken nu het simpel verplichte haast. Onmogelijk. Het volk, onze broeders en zusters moeten niet alleen de enorme massaal opkomen. Sorry hoor. Het volk, onze broeders en zusters moeten niet alleen zo enorm massaal opkomen wanneer het om feesten gaat. Nee, dat geesten om feesten. Maar ook wanneer het gaat om onze toekomst te beschermen. Wanneer er opkomst is, dan zie je maar één kleine groep van één soort met alle ondoordachte opmerkingen van mensen die aan de kantlijn staan. Zal dit een keer ophouden? Gaan we nou eindelijk een keer beseffen dat eenheid de sleutel is om tegen alle onrecht te vechten? Kijk maar naar het geval van de Chinese winkelier en hoe de aanpak is geweest. En ons dong e vorm eenheid voor kosi kraak af en steeds in het verleden kijken. Vorm eenheid voor positieve zaken. Hoe wij hier ook samenkwamen is niet alleen 31 december ter afsluiting. Hoe wij ook hier samenkwamen is het begin geweest van een natievorming waarin wij samen moeten staan om vooruit te komen. Prepuna nango, wena nango. Mooie woorden op social media, radio en tv programma's zijn hier niet meer van belang. You stand up for what is right.
Niet morgen, maar nu. Dank u wel. Dan ga ik even naar comments. Er zijn een paar opmerkingen van mevrouw Orsine Trika. En dit was over een begingedeelte. En zij zegt, wij gaan dood met die prijzen. Geen geld, hongersnood. Regering doet niks met die prijzen. Vooral hier op Albina. Hoe dit en lekker voor hoe angry Suriname. Het gaat niet goed door. De heer Roy van der Leeuw die zegt, goedemiddag iedereen. Mening over dit gesprek is dat er wordt gewerkt naar een armoedesituatie in Suriname. De rattenplaag vallen in het district Nkeri zal laten tot voedseltekorten. Hierdoor zal hongersnoodtoestand door de regering op korte duur worden aangekondigd. De prijzen in de winkel zullen ook de pan uitkiezen. Voedselvergiftiging veroorzaken deze lui. En dat waren de comments. Ik heb niet gezegd. En bepaalde mensen hebben wel reageren op dat van Sayaman. Het is, hij moest gewoon zijn. Nee, ik zie van tijd, ik zit er ja, maar het was gewoon zo waarschijnlijk om er andere dingen aan te passen waarbij. Je begrijpt eigenlijk niet meer waar je aan toe bent. Maar heeft het nog zin om het te proberen te begrijpen? Want dat doen wij al 128 weken achter elkaar. Nee, daarom geven we gewoon onbeschoft onze mening. Zonder om onbeschoft te zijn naar de president of de vicepresident of de regering. Of wie dan ook, maar een opbouwende kritiek. Kijk, kan het doen alleen in een makkelijk. Dus de noemers van af kunnen kwalen, kunnen geen isma. En die gaan hier weer op de aarde. Ja, toch? Dan heb ik voor een vraag, en dan wil ik graag dat eerst de heer Magnak begint met antwoorden. Dus een tot slot vraag. Ja. En dat is van alles wat we hebben gehoord, wat dit jaar tot nu toe al heeft gebracht, de eerste paar dagen. Ja, wat adviseert u het volk? Wat moeten ze doen? Hoe moeten ze handelen? Welke mentaliteit? Wat moeten ze doen om 2023 te leven? Met dit hoef je niet meer te kijken naar de salaris van 5000. Nee, eigenlijk. Wat missing als we in de kerk is een tsunami die naar ons toe komt. Het lijkt een kleine vorm, maar het wordt een grote brand. Ja. Het is eigenlijk in Tata, in Holland, in mijn dag, in mijn zeker, dit Tata een keer alle emetiden. Alles wat ermee te maken heeft. Ja, Hans, je weet dat. Je weet dat. Je weet dat daar woon je. Alleen maar één keer. Ja, alles wat wordt. Alles. En alleen die zo goed mogelijk afremmen zijn. Ik kom voor dat. En als je bijvoorbeeld kaas hebt gekocht en het hebben wat ontdekt in die kaas. Juist. Alles wat uit de schappen gehaald. Alles. Dus one out of dat maakt mij niet druk. Voordat we gaan naar. Ik wil überhaupt wel halen. De rest van jaren. Gezond of leven. Want dit is heel gevaarlijk. Hiermee moet je niet spelen. Het zijn India gevallen, want in India leven mensen in en met de pesticiden. Maar, nogmaals aan mijn taki, als je het niet meer naar plakken voor aan, dan kun je het voor. Maar je hebt taki abondi den sma. Nee. Als je taki abondi den, maar je wat je uit het geestelijke oogzien en dit is. Ook van die mensen. Ook gratis moet je in de handen. Want van die kerry maakt mij van alles van paradijs. Dat heb ik die kerry, dat heb ik die kerry. Dit komt ook die kerry. Maar. Toch weer ben je die keer dat je denkt moet dan plakken mij dan op het toe. Dus de man kan dat ook wel een speciaal koe, maar dat is. En voor lobby brada hebben staan in koe dat is. Sowieso. Voor lobby brada, voe dat is. En onder andere zijn we staan in mami. Ik doe gewoon een nicheer mami sabi, een staan die me rook ook die me kan gewoon nono en me regel me vet, also me vet, alles aan me jan dringen. Me herde zijn. Zo heb je akata. We kennen een keer op en top. We roepen op tot goede voorlichting voor die mensen. Juist. Dat ze goed geïnformeerd worden. Maar dat die mensen zich niet laten slachten en laten zijn. En je kunt het noemen, dan stem toch die VAP op die zaak. Dus kwam op voor goede VAP en neem de maatregelen in. Maar het is niet alleen VAP, het is ook NPS, het is ook Bucayaloo. Ja, het is de regering. Deze partijen doen niks. De regering moet nu ingrijpen. Hiervoor moeten ze Nederland, Frankrijk, Amerika. Noem maar op alle landen dat ze willen hebben, hoe kan Poesma en Schatesma uit hiervoor ze moeten ze nu hulp zoeken. Voor de Pocahontas is aan. Brazilië, Dito, Alamala. En praat voor samen van ook iets Maseroto. Maar ze moeten niet ingrijpen, want ze zijn degene die de. Je moet niet het veroorzaken van vuur vragen om te blussen. Degene die het veroorzaken moeten niet het probleem oplossen, ze moeten opstappen. Dat is het enige wat. Andere mensen. Ze kunnen niet. Ze hebben dat in Abakje PC. Een eigen respect is ready. Aan het nee. Aan het maar heb je voldoende deskundigen in Suriname? Ja, die zijn er. Kijk maar. Ze zijn mijn kleindochter deskundig. Die staan hier, Ingi, er zijn een heleboel deskundigen.
maar ze worden geparkeerd. Precies. En dan zetten ze mensen met twee lederhanden. Zeg me zwakke lesje, kom dan langer. Met twee lederhanden, om die leren te doen. Die de taal van geld spreken. Die de taal van geld spreken, mooi gezegd. Ja toch? Want dat is eigenlijk het probleem. Iedereen is gekocht voor zijn positie. Ja. Het is een netwerk van mensen die elkaar steunen. Dat worden weggepareerd. En degene die de anderen die het beter weten en die het beter hebben gehad, we hebben beter tegen gekend. Solidisme, dat we net over hun staan en zo, maar strana maar over het algemeen, biswasi, vanuit blagamang en nyan blagamang. Zo'n positie naar nyan dringen, dat is maar rug, roken, dat is maar last, roken, maar dissenso, dat is maar biswasi en wij weten dat. Dan heb ik een soort VIP. En VIP wil ook van de Sanis. Ja, er zijn twee Blakaman groepen die daar in komen. En op speciaal VIP, want het is VIP in leerde. Ik zal het duidelijk zien, want missen ze. Wat VIP niet treft, dan zei hij, beter van Bouter zei, hij was de leidinggevende. Ja toch? Daar komt een VIP, kom maar op eens, maar een VIP is speciaal in de Sanis. Ja, zo zegt hij van, jij bent de moeder van het kind. Als je niet bij het kind houdt. Denk je dat het anders bij kind gaat houden? Nee. Ik voel me blakke man met een poeslijf. Ik denk dat ik wat raar op volle volle. Hé, papa Ramon, je bent helemaal blakke man, jere. Je bent helemaal blakke man. Maar je bent af man. Goed. Dan is er nog één opmerking van mevrouw Millie Monti. Ze zegt, de rattenplaag veroorzaakt heel veel ziektes voor iedereen. Begin wat medicijnen te doen. Welen. Ja, ziekte van welen. Ja. En een spijker heeft er gestoken. En aan die spijker moest achteraf gezien rattenurine zijn geweest. En mijn moeder heeft dus toen de ziekte van mij gekregen, bijna aan die rit. In 1985, zij en mijn zus waren dus toen, zouden ze nog naar Brazilië gaan, maar zij kon niet meer gaan. Omdat ze over de ziekenhuis lag. Toch? En daarom meteen een advies aan oude mensen van Kerry. Wanneer je vaak gaat opruimen, moet je een laarzen hebben, moet je handschoenen hebben, liefst lange broek, liefst een lange mouw hemden. Omdat je ervoor moet voorkomen dat bijvoorbeeld je in contact komt met urine van ratten. Omdat daar heb je dus streptococcus. Dus ik zorg het niet. Heb je dus een parasiet die voor de ziekte van wil zorgen. En wat dat betreft? Toen we afgewezen zijn, maar afstand die kan je maken, Maar dat moet ik even zoeken. Want dat misschien smaak waar met dingen uit volumen gram oude malen en uit ons al. Waar lezen. Dan misschien wat we moeten kunnen hebben dat ik een baby en seks al. Dan toen we als een zede een sanso. Dan een familie die om me heen bij een tijd dat er een notalie. Met een zede een notalie. Want moest ik een misschien zo aan zijn. Dan een tijd dat ik Abi wang Sikisa Alatagi. Dan laten we actie, ja, dan we actie pakken. Mensen kan gaan doen bij staan, dat was iemand van academische mensen kan gaan doen bij prof kunnen staan dat. Dan als we tegen de perspectief van willen naar alle tijden mijn netal. Die middel er op te zien pakken, dan we hier een abbali. Dan verstaan dat die asma zijn bij die dat hè. Adede, adede, schweer. Maar wat we bij de naar de minder, dat ik niet collat. Ik wil dat iemand asan is hier samen te gaan. Alles al dat naar bossie elke. Dat is maar bij sappen zat de zoon zat de zakken als ik ze maar willen. Maar de zakken de zoon aandoen de zoon zijn bij de zalen. Dat onderzoek hoe zijn voor de zalen. Maar chimchi zijn die voor worry per. Mijne kijk dat ik hem goed voor die zeven naar op zijn. En onder dat kwam maar tegen. Het is enorm. Maar daarom we gebruiken die resi in taluku luku en ja. Is van negro. We bouw op. We drinken deze wakti. Die net maar we streken morgen voor vandaag. We willen het toch nog een kleine laatste vraag. Ik moet helemaal naar Saramaka. Een hele kleine laatste vraag. We hebben ook nu allemaal advies over volksgezondheid. Maar waar het ministerie van volksgezondheid het moment dat er bericht was dat er rattenplaag was in de keer. Je hoort dit van, niets van de minister. Jawel, jawel. Wat zei je dan? Dan mag ik het zelf over de koppeltje.
Extra. Bij deze bedankt voor het kijken. Ik hoop het niet, dat doen we morgen. Kunnen we dit zo preppen met de lastanijs aan de situatie daar? China, hè? Ja, we zeggen dat het. China, wat ze verkeerd doen. China wil de uitbraakpunt passen. Men kan het goed stoppen. China was de uitbraakpunt. Men kan het stoppen. We zijn allemaal in het werk van zijn pijn van China. Men heeft het niet gedaan. Nu dit de tapping en alle pres grond afbreken, de tapping China. China liever op. Hier China nu uit de artikel. Wiskens mijn verbazen, alle trakkoorden, we beleid naar China toe om dat mensen niet zomaar van China naar daar komen. Holland laat China open en het heeft China open en dat streekt naar Suriname. Lukken ze ook over de dalen. AliExpress-producten. Ja, nee, maar mensen mogen gewoon komen. Ja, met mensen erbij, maar komen. Oh ja. Mensen mogen gewoon komen. En als ik zeg gewoon komen, ze moeten een soort test doen of als een manier. Dat ben je niet, als je neemt voor je terras, China heeft afgesloten. Holland wil eerst kijken wat voor soort type zijn voorzien. Terras goed. Ik wil het niet meer zijn, maar Rutte wil het afplek voor je playboy bakken. Ja, om te laten zien. Is goed. Ik groep die mensen. Maar ik ben ernstig. Dit is niet ernstig. Mensen zien je ook, dan moet je omhoog. Ja, ik moet. Mensen zien me niet, no? Nee. Als je staat, dan zien ze dit. Hier, het is van mij hier. Waar is van mij mooi? Ik ben hier buiten spreken. Ja? Buiten spreken. Goed, dan gaan we even netjes groeten en dan okay. Is het dat was dat het meneer Stukker. Dank u wel voor de aanwezigheid, de heer Hartsbaan, voor meneer Liefde. Ja. Kort en krachtig. Oké. Okay. Yes. 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 Ik wilde er maar alle thema's aan snijden. Ja. Maar dat waren de hoofdthema's voor deze paar dagen van het nieuwe. Ook zo spannend houden. Ja, dat is wel. Krachtig, zo weten dat het krachtig is. Elke week is er meer te zetten. Als wellicht volgende week hebben we een update, gaat het veel beter in een keer. Dus in één keer is alles op. Maar mensen praten met uw omgeving over deze problemen ook. Ja. Ik heb niks uit de kerk. Als je al weet waar je zit, hoe ik al waar je zit. Dat stukje. Ja. Maar dat stukje. Maar dat stukje, want die kriefjes werden verkocht. Er waren heel erg veel toeristen hier. Die gaan naar de markt. En die kriefjes. En die kennen de standaard. Maar deze programma's worden de mensen gewaarschuwd. Daarom is social media niet weg te denken. Ja. Maar dat is eigenlijk de rol. Ik kan nog eens de artsen speciaal van radio station doen. Want ik heb een keer rommel samen met deze tak asabi. No. Social media, Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Dank u wel. Yes.